Ik heb geen zin om hier een soort van publiek leven te leiden. Hier is het privé. Zo moet het ook blijven. Ik was hier in 1942 voor het eerst, een weekje. Met de clubjes? Ja, zo'n club uit Amsterdam, uit zo'n buurthuis. Ons huis in de Rozenstraat. Mochten die straatjongetjes uit Amsterdam de bleekneusjes hier een week doorbrengen, maar toen zag het er nog niet zo uit. Hoor. Maar goed, het was hei, bos. Erg mooi, natuur. En de jeugd moest naar buiten. Maar en toen, jaren later, kwam ik hier weer terecht. En heb ik hier een staakcaravan gekocht. Dan ben ik hier dus mijn vakanties, weekenden, de vrije tijd. En wat is meer zij door. Heel goed, rustig. En heel fraai. We hebben nu een heel nieuw zwembad. Een nieuwe recreatieoord hier gekregen. Het ziet er echt wonderbaarlijk mooi uit. Echt heel mooi. Daar komt ie. Hey, ho! Met het geluid van deze toeter. Open ik u officieel het zwembad De Watertoren. Zijn kleinzoon Thijs Reumer en Katja Schuurman trouwen deze zomer in Frankrijk. Ik vertrek op een goed ogenblik met mijn vrouw naar Frankrijk. Ik pak een vliegtuigje, huur een auto en toer dan door Frankrijk heen naar de plek waar de plechtigheid zal plaatsvinden. En hoe lang zij daar zullen blijven, weet ik niet. Maar als ik het ja-woord heb gehoord, ga ik weer verder.